Ik daag jou uit. Like de video sneller dan dat ik in een doos zit. Snel, snel. Yes! En oh ja, dit is het geheime woord. Reageer het als je het zag. Oké, vandaag zijn we terug in Rainbow Friends en ze kunnen weer praten. Wat staat er op het menu? Ik niet. Oh nee. Snel, 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 snel. Oké, blauw zit nog steeds achter me aan. Succes bij paars. Oh nee. Even kijken of hier een lampje ligt. Staat het licht aan dan? Dat weet ik niet, groen. Alleen volgens mij ben ik hier niet alleen. Geef mijn lampje terug. Het is mijn lampje. Oké, snel deze kant op. Kiekeboe. Ik hoop eigenlijk dat een van de Rainbow Friends kunnen praten over roze. Je weet wel, de Rainbow Friend die er nog niet is. Oké, het is tijd voor de volgende ronde. En dat betekent maar één ding. De gele Rainbow Friend is ook van de partij. Dat is wat ik bedoel. Ik wil mijn huis laten zien. Oké, weet je, ik ben eigenlijk wel benieuwd daarnaar. Oké, hij neemt me mee. Dus eigenlijk moet ik nu voor de verandering niks doen. Want normaal spring ik nu naar beneden bij de trampoline. Maar neemt hij me echt mee naar zijn huis? No way. Wacht, wat? Oké, dus breng geen bezoekje aan geel. Als er een Rainbow Friend is die mij iets kan vertellen over roze, dan is het denk ik blauw. Hij was namelijk de eerste Rainbow Friend. Blauw, luister. Hoe zit het met roze? Roze is mijn zusje. Wat? Het is je zusje? Vertel me meer. Dat vertel ik als ik een hapje mag. Nee, natuurlijk niet. Luister, waar is roze nu? Roze is nu bij rood, want rood wil haar... Man, ik kon hem niet meer verstaan. Ik liep weg. Oké, daar hebben we geel. Misschien kan ik hem er wat over vragen. Ik ga een speler eten. Oké, weet je wat? Ik vraag het wel een andere keer. Verder dat Blue eraan komt. Dat is wat ik bedoel. Luister, Blue. Hoe zit het met roze? Die zie je in chapter 3. Oké, en wanneer komt chapter 3 uit? Oh, ik ben moe van het rennen. Ah, man. Oké, ik ga hier wel naar beneden. Oké, misschien moet ik het aan Groen vragen. Daar is die. Groen, hoe zit het met roze? Groen is mijn lievelingskleur. Spinazie. Dat heeft hier niks mee te maken. Luister, Groen. Kun je mij vertellen hoe het zit met roze? Want blauw... is buiten adem. Alleen als je een groene doos hebt. Oké, even kijken. Heb ik een groene doos? Deze. Dat is toch een soort van groen? En alleen als ik je nu mag opeten. Nee. Oh, nee. Oké, maar vertel je me nu wel hoe het zit? Oké, we zien geel daar. En die probeert een speler te pakken. Kan ik nu langzaam lopen? Oh. Soort van. Wil jij mijn toetje zijn vanavond? Nee, natuurlijk niet. Oh my gosh. Snel, 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 snel. En ik pak de doos erbij. Oh. Hij heeft het gezien. Oh nee, gaat dit wel goed komen? Oh nice, net op tijd. Hoe zit het met deze lookies? Ik bedoel, kijk ernaar. Het lijken wel een soort van baby Rainbow Friends. Wacht, zouden dat het ook zijn? Is daar iemand die naar boven komt? Jazeker. Blauw, luister. Is dit een baby Rainbow Friend? Ja, en op een dag is die groot. Dat meen je niet. Oh, snel. Oh nee, nu moet ik ook nog uitkijken voor paars natuurlijk. Die loopt hier ook ergens rond. Oh, bukken. Maar wacht, Blue. Je wil dus zeggen dat deze Rainbow Friend op een dag jou wordt? Alleen dan wel minder knap. Nog steeds vind ik het heel handig dat als je zeg maar de racebaan oploopt, dat blauw je letterlijk niks meer kan doen. Dat is een stomme glitch. Moet ik trouwens ooit de challenge doen dat ik Rainbow Friends speel zonder dat ik een doos mag gebruiken? Hoe kan dat nou? Ik dacht dat ik wat hoorde. Want als je dan... gezien wordt door een Rainbow Friend, mag je dus niet dit doen. Maar moet je in plaats daarvan wegrennen. Wat een rare doos. Ik ga groen halen. Oh, dit ziet er zo eng uit. Hij probeert me te pakken, maar... Het lukt niet. Het lukt niet. Oké, daar hebben we geel weer. En ik wil eigenlijk weer iets proberen. Wat ik eerder ook al eens heb geprobeerd. Alleen daarvoor moet hij me wel eerst... Ik heb je. Als ik namelijk op de trampoline land en ik doe dat goed, dan kan ik uit de map springen. Oh my gosh, het is weer gelukt. Hey Groen, weet jij waar die watermeloenjongen is? Hij zoekt me. En je ziet letterlijk geel daar nog vliegen. Het enige nadeel is, ik kan nu niet meer terug. Oeh, dit is best wel handig. Ik mis oranje. Het was mijn kleine salamander. Dat moet ik ook wel eerlijk toegeven. Ik mis oranje ook. Oranje was wel een van mijn favoriete Rainbow Friends. Wat zou er met hem zijn gebeurd? Hoorde ik oranje? Die is binnenkort terug, maar dan sterker. Wacht, wat? Serieus? Wil Groen zeggen... Hey, deze is ook groen. Dat rood probeert om oranje groter te maken? Oranje stond er onbekend dat het de kleinste Rainbow Friend was. Maar wel de allersnelste. En misschien zelfs wel sterkste. Kan je je voorstellen als die 10 keer groter is? Ja, sorry, als ik bang ben, dan doe ik dat. Nou, ik niet. Moet je dit zien? Dit ziet er zo schattig uit. Oh nee, daar hebben we groen weer. Niemand komt hier langs. Moet jij eens opletten. Ik ga broccoli halen. Oh. Dat is ook groen. Laat in de reacties weten. Welke Rainbow Friend vind jij de leukste stem hebben? Oké, Blue komt eraan, maar op het laatste moment ga ik hierin zitten. Hoe kan dat nou? Hij is verdwenen. Oké, de eerste suiker. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is Cyan er nu ook. En hier de tweede suiker. Volgens mij is Cyan er... nu ook. Oh nee. Snel, achter de boom. Ruik ik suiker? Ik wil suiker! Niet mijn suiker. Oké, dus we weten dat Cyan waarschijnlijk een echte zoete kouwer is. Oké, volgens mij zie ik hem daar lopen. Dit is de tweede.
Oh nee. Oeh, voorzichtig, voorzichtig. Oh, oh. Oh nee, hij zit me niet. Oké, hier hebben we nog suiker. Wat hoor ik? Oh nee, daar is blauw. En daar loopt groen. Ik denk dat ik dan liever langs groen ga, want die kan me niet zien. Oh, wat? Wat? Twee Rainbow Friends tegelijk? Oh, en dan komen we hier en dan heb je paars ook nog eens. Oh nee, snel. Oeh. Oké, hier zit sowieso iemand in. Oké, daar hebben we groen. Geef me een high five, dan mag je er langs. Moet ik dat vertrouwen? Oké, één high five dan. Hupsakee. Serieus? Oké, ik ben op zoek naar suiker en hij is op zoek naar mij. Oké, ik weet waar het volgende suikerpakje ligt. Die ligt hier zo. Ik krijg jou en jij de suiker. Nee. Oh nee. Oh, wat? Oh, daar ben je. Oh, wat? Kijk, het laatste pakje. Mag ik nou een hapje? Oh nee. Hoe vaak moet ik nou nog nee zeggen? Wacht, ik heb een idee. Hier naar beneden. Oh, snel. Kom hier. Nam. Kijk uit, straks bijt je hem lek. Oké, dit is het laatste pakje. Dus nu is het een kwestie van snel zijn. Let's go. Dit is zelfs best wel grappig. Normaal zit Loekie hier, maar die is nu daar. Ik ben aan het praten met de muur. Oké, ik heb misschien ook wel een leuk idee. Moet ik Rainbow Friends een keer spelen met één oog dicht? Ik bedoel, denk erover na. Blue gebruikt ook maar één oog. Dat zou het wel eerlijk maken. Reageer dan kroon, want blauw draagt de kroon. Oké, we zijn vertrokken en er is één speler voor mij. Dat is een soort van handig, want dan kan ik afkijken welke kant hij op gaat. Oh ja, er zijn trouwens mensen die zeggen dat als je in het begin de verkeerde kant op gaat, dus rechtdoor in plaats van rechts, dus door de waterval heen, dat je dan in Oranje zijn oude grot terechtkomt. Moet ik dat een keer proberen? Misschien kunnen we Oranje dan vragen waarom hij er niet bij is in chapter 2. Ik bedoel, je ziet hem één keer. Oh my gosh, ik zie ineens dat ik nu alleen ben. Oh nee. Mag ik nu een hapje van je? Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Oh. Kijk, hier is Oranje. Ik kom terug. Oh. Oké, dus Oranje komt terug. Jee. Oké, voorzichtig. Oeh. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als je in de lava leunt. Waarschijnlijk is het niet goed. Nee, volgens mij kun je alleen afgaan wanneer je dus de verkeerde kant op leunt. Maar eerst gaan we omhoog. Oké, we hebben alle Loekies voor ons hangen. Kijk, en dat daar is de troon van blauw. Daar gaan we langs heen. En hier moet je goed oppassen, want... Het is etenstijd. Nee. Wel waar. Nee. Echt wel. Ik ga geen wel eens niet een spelletje spelen. En oh nee, volgens mij weet ik al wat hier gaat gebeuren. Dus ik moet naar links. Oh nee. Wil je mijn huis zien? Nee, daar trap ik niet meer in. Oeh, we hebben hier de diamanten grot. En dan moeten we nu volgens mij... Alleen nog naar rechts. Ik heb een cadeautje voor je. Nee, ik geloof je niet. Wegwezen. Oké, we gaan naar beneden. Oké, en nu denk je misschien niks aan de hand. We zijn klaar. Je hoeft je nergens meer zorgen over te maken, maar dan ineens. Zeg maar vaarwel. Oké, ik wil als eerste. Oh my gosh, ik ren vooraan. Hier onderdoor. Hier naartoe. Oh nee. We kunnen hierop. Ja, daar kunnen we niet doorheen, dus we moeten naar rechts. Oeh, moet je al deze machines zien? Oké, ik kan daar misschien beter niet op letten. Oké, kom op. Ik wil als eerste eindigen. 3, 2, 1 en ik ga eruit. Nou, moet je opletten. Wat als ik er dan nu weer in ga? Oh, ik sta letterlijk hier en ik loop mee met Cyan. Oké, je bent best aardig. Ik ga je niet eten. Wat? Dus we hebben het gehaald. Moet ik een deel 3 maken? Reageer dan stem waarmee je praat. Abonneer voor meer en adios.